Meneer Van Barneveld, 2 weken geleden geïnstalleerd als wethouder. Wat is uw eerste indruk van het gemeentehuis? Ja, er komt in korte tijd natuurlijk heel veel op je af. Wat ik doe dan, daar zijn heel veel langlopende dossiers ook. En je moet je inlezen. Je krijgt heel veel ondersteuning ook van je ambtenaren, moet ik zeggen. Echt een hele fijne samenwerking. Maar het zijn pittige dossiers die er liggen. En ja, dan moet je toch bepaalde stellingnamen in maken. En ja, daar heb ik nu 2 weken de tijd voor gehad. En nu komt er even een rustige periode aan waar ik me nog meer in kan verdiepen. En dan hoop ik vanaf 1 januari met volle kracht vooruit te gaan. Dus. Bent u nog zaken tegengekomen waarvan u zegt, dit ga ik anders doen? Niet direct. Je hebt wel accenten natuurlijk. Je hebt altijd accenten waarvan je zegt van ja, daar kijk ik misschien iets anders tegen aan als mijn voorganger. Maar zeker op de wat langlopende projecten heb je een bepaalde koers die met elkaar vastgesteld is. En daar probeer je ook invulling aan te geven. En wat is op dit moment het streven voor over 2,5 jaar? Waar wilt u dan staan met de SGP binnen het bestuur van Bunschoten-Spakenburg? Ja, wij hopen dat, kijkend naar de komende periode, dat het akkoord wat we gesloten hebben met elkaar en waar we afspraken gemaakt hebben, dat die accenten die juist iets anders liggen en waar ook de coalitie van gezegd heeft, ja, dat willen we graag bereiken, dat we daar ook een invulling aan kunnen geven. En dat de burgers daar heel tevreden over zijn. 4 wethouders, een burgemeester, eigenlijk alle partijen vertegenwoordigd in het bestuur. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, wat ik net gezegd heb, je hebt eigenlijk nog niet het gevoel van nu zit ik in een situatie dat je overal van op de hoogte bent. Maar het, in ieder geval de ondersteuning en alles wat we met elkaar doen, dat voelt heel goed en daar ben ik heel happy mee. Ik zie het echt als een uitdaging voor de komende tijd. Heel veel succes. Dankjewel hoor. Ja.